Heel goedemiddag. Goed dat u weer vlog hebt gekeken. Ik ben Lucinda en het is een goed nieuwe dag. Het is een goed nieuwe vlog. Kijk niet naar de rotzooi. Ik doe expres ook de rotzooi niet op beeld. We hebben lekker uitgeslapen vandaag. We zijn nu lekker aan het chillen. Het is namelijk vandaag 25-jarig jubileum voor ons papa en mam van hun trouwdag. Dus we zijn lekker aan het feest vieren. Lekker gezellig met z'n allen. Hier aan het chillen eigenlijk. Straks gaan we nog een stukje fietsen. We gaan nog gebak eten. We gaan vanavond nog uit eten. We hebben gewoon een lekker chill dagje vandaag. En gewoon gezellig, zeg maar. En ik hoop dat jullie zin hebben in deze vlog. Ik wel. Dit is trouwens een hele rare combinatie. Maar ja, maakt niet uit. We gaan vandaag zwemmen. Jullie hebben gisteren het zwembad al wel gezien. Maar we gaan gewoon gezellig zwemmen vandaag. Gezellig doen. En het komt allemaal goed, zeg maar. Dus ik ga nu heel even de GoPro leegmaken. En de bestanden overzetten, want ik had nog 2 uur aan beeldmateriaal. Op zich moet dat wel genoeg zijn, bedenk ik me nu. Ja, komt wel goed. Ik denk dat ik nog een beetje ga filmen van het fietsen van vandaag. Niet al te veel, want anders is de batterij de accu leeg. En de batterij duurt een beetje heel lang om op te laden. Dus jammer. Maar we gaan er gewoon een gezellige dag van maken. We gaan er een gezellig weekend van maken. Zijn we al mee bezig, want het weekend is bijna om. Ik heb echt geen tijdsbesef trouwens van dit hele weekend. Ik ben gisteren ook totaal vergeten te filmen. Ik heb ben namelijk eerder naar bed gegaan. Want ik had pijn aan mijn schouder. Ik heb nu nog steeds pijn aan mijn schouder. Maar het was gisteren avond niet meer te houden. En we zijn gisteren nog cocktails gaan drinken. En een spelletje gaan spelen. En gezellig met z'n allen gedaan. Dat heb ik dus gemist. Dus wat ik gemist heb, missen jullie dus ook. Maar we hebben het in ieder geval gezellig gehad. Het raam hier, wat hier is richting het zwembad. En volgens mij zijn ze continu die bal tegen het raam aan het gooien. Dus ik ga heel even de gordijnen dicht doen. Ik had ze namelijk dicht gedaan. Ik ga heel even open doen, bedoel ik. Ik heb ze namelijk dicht gedaan, omdat ik wilde omkleden. En je kijkt vanuit het zwembad direct deze kamer in. Dus we zitten wel op de eerste etage. En het zwembad is natuurlijk op de begane grond. Dus we zullen zien wat we vanuit deze hoek te zien hebben. Dit is trouwens het zwembad. Ik kijk vanuit het raam, dus sorry daarvoor. Dit is het zwembad, tot daar. Daarachter heb je dus nog een plateautje. Oh, zo. En hier is er nog een ruimte en hier is het zwembad dan dus. Even het jacuzzi, sauna en al. En ze hebben hier net een bal tegenaan gegooid. Dat is wel te zien, zeg maar. Dat was in ieder geval het zwembad. Ik ga me nu omkleden en ik zie jullie straks. From the back.
Woman, zoals je hebt kunnen zien. En we gaan nu lekker fietsen. En daarna naar de vuurtoren toe. En vanuit de vuurtoren gaan we lekker gebakjes eten. Gezellig doen. En ons klaar maken voor een leuke rit. Ja, maar je moet nooit Dominique. Je moet nooit Dominique een navigatie geven, want dan gaat het altijd fout. Dat zag je gisteren toch ook wel. Mogen wij hier wel fietsen? Nee. Volgens mij mogen wij hier helemaal niet fietsen, Do. Oh, weer met de afstand. Ja, ik dacht, ik draai even een rondje, dan ben ik weer bij. Ja, dat is te zien. Stop maar. Het gras wordt niet kapot. Links. Fiets wat op. Kom op, Luus. Nee, ik wacht op het gras, maar ik ben in ATV. Altijd een bike. Aan wat? ATV. All terrain bike. Oh. Nou, gaan we naar buren toe? Wij gaan naar de buren toe. Oh, hier komen we de paardjes. Ja. Ah. We zijn ons nu klaarmakende en we gaan zo onderweg eten. Ik heb heel even vroeg mijn haar gekruld. Ik heb heel even mezelf omgekleed. En we gaan er zo vandoor. En ik heb er echt super veel zin in. Ik hoop dat jullie ook zin hebben in de avond. Ik weet niet wat er op de planning staat. In ieder geval eten. Maar voor de verder rest, Joost mag het weten, zeg maar. Dus het komt goed.